gelooft en niet in staat. Enkel loop en niet omlaag. Ik ben een overwinnaar en ik wandel in geloof. Wandel in geloof, vol geloof, vrij van angst. Tot u zal ik altijd naden. Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Zegt dat dood en leven is in de macht van onze tong. En de Bijbel zegt ook dat we geroepen zijn om de zegen van God uit te spreken. Toen God de mens maakte in Genesis hoofdstuk 1, het allereerste wat hij deed, was de mens zegenen. Toen de mens gemaakt werd, het eerste wat de mens hoorde was, be blessed, wees gezegend. En wij mogen diezelfde zegen uitspreken. En je ziet ook in het Oude Testament dat de aartsvaders Abraham, Jacob, Isaac, ze spraken de zegen uit over hun nageslacht. En tijdens dit nummer spreken we de zegen uit. Onder andere uit Deuteronomium 28. Waar staat, je bent gezegend bij je uitgaan en gezegend bij je inkomen. Je bent gezegend in de stad, je bent gezegend op het land. Waar jij ook gaat of staat, de zegen van God is op je. Je bent gezegend op je werk, je financiën zijn gezegend, je gezondheid is gezegend, je familie is gezegend. Je zal de kop zijn en niet de staart, uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. Dat is de zegen van God. Alle vijanden zal je overwinnen, alle problemen zal je overwinnen. We gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag, dat is de zegen. En misschien zeg je, sommige van die zegeningen zie ik nu niet in mijn leven. Maar Jezus zegt in Marcus 11 dat we mogen spreken tegen de berg. In geloof dat iedere berg zal wijken en dat we zullen krijgen wat we zeggen. Amen. Dus ik wil je uitdagen om het volgende met geloof in je stem te proclameren over je leven in Jezus' naam. Mijn huis. Mijn huis is blessed, mijn familie is blessed, mijn lichaam is blessed, mijn werk is blessed, mijn kerk is blessed, mijn stad is blessed, mijn land is blessed, mijn God. Laten we nog eens zingen, mijn huis! Mijn huis. Hallelujah, I'm blessed.
is blessed, mijn lichaam is blessed, mijn nek is blessed, mijn kerk is blessed, mijn stad.